is de nieuwe Citroën C4 Picasso, van de derde generatie alweer. En het is een succesnummer van Citroën, want sinds de introductie in 1999 zijn er van deze C4's maar liefst 3 miljoen exemplaren verkocht. Deze hier, die is wat compacter dan de vorige en ook wat lager. Toch is die ruimer van binnen. Het onderstel voelt goed aan. De wegligging en het bochtgedrag zijn prima. Deze Citroën zou alleen comfortabeler mogen zijn. Korte oneffenheden worden te nadrukkelijk doorgegeven. De Citroën C4 Picasso is leverbaar met naar keuze 5 motoren, 2 benzine en 3 diesels. Bovendien zijn er 5 uitrustingsniveaus. Het kan dus niet moeilijk zijn om een Picasso te vinden naar uw keuze. En hij is er al vanaf €25.790. Het instrumentarium ziet er specie uit. Je kunt zelf de layout bepalen. Verder zit er een groot touchscreen op. De kofferbak mag er ook zijn. De inhoud bedraagt maar liefst 537 liter. Je kunt er ook nog een halve verhuiswagen van maken door de 3 zittingen om te klappen. Verder is het interieur voorzien van 16 bakjes en vakjes waar je spulletjes in kunt opbergen. De klep laat zich trouwens elektrisch openen. Niet alleen voorin, maar ook achterin vind je heel erg veel ruimte. Met name voor de benen. En geen achterbank, maar 3 aparte stoelen. En dit tabletje, hartstikke handig. Net als in een vliegtuig. Deze C4 Picasso van Citroën ziet er niet alleen buitengewoon mooi en specie uit. Hij rijdt ook nog eens een keer heel erg lekker. Hij heeft een nieuw onderstel, staat wat lager. Dus hij voelt echt aan als een personenauto. Terwijl je toch echt in een kleine MPV rondrijdt. Verder is hij in deze exclusive uitvoering buitengewoon compleet uitgerust. Hij is zo compleet, er zit zelfs een stopcontact in deze auto. En daar komt 220 volt uit. Dus je kunt ook nog zaken van thuis meenemen, bij wijze van spreken, die 220 volt nodig hebben. Best wel handig als je auto wil stofzuigen trouwens.